Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met mevrouw Mirjam Marten. Zij vertegenwoordigt de organisatie Father Mother Figure. Maar we gaan het niet echt hebben over Father Mother Figure vandaag, maar meer over een training die wordt verzorgd, namelijk online ondernemerschap. What is a little Q-Time? Goeiedag Mirjam, welkom bij Q-Time. Goedemorgen, fijn hier te zijn. Goed, vertel ons wat meer over de organisatie Father Mother Figure, want van daaruit wordt de training natuurlijk gegeven. Dus het is misschien goed om de basis wel eerst even te exploren. Ja, Father Mother Figure is natuurlijk al een bekende naam in de Surinaamse samenleving. Is in 2015 is Father Mother Figure opgezet door de heer Henk Redmond. En wat onze core business is, dat is eigenlijk het coachen van 8 tot 18-jarigen middels het inzetten van rolmodellen. Wij krijgen de mensen meestal, of de jeugdigen meestal, toegespeeld via de school of via de ouders zelf. En dan komen wij in middels een coach. En die coacht binnen 3 tot 6 maanden zo'n coachie, zeg maar, richting ja, de goede kant weer op eigenlijk. We zetten de jeugdigen op de juiste weg. Ja. En daarna dan monitoren we eigenlijk nog door totdat diegene ons helemaal niet meer nodig heeft. Mm-hmm. En dan wordt zo'n jeugdige dan een ambassadeur binnen onze vereniging, binnen onze stichting. Ja. Dus we blijven ze altijd volgen. Heel mooi. Dat is in de notendop wat Father Mother Figure doet. Oké. Okay. Ja. En kinderen met wat voor soort achtergrond, of kinderen en jongeren natuurlijk, met wat voor soort, ik zal het maar zeggen, ja, symptomen is niet het woord, maar met wat voor gedrag? Nee, of problemen. Wat voor problemen komen ze naar jullie toe? Nou, wij gaan niet heel diepgaand in natuurlijk, want we zijn geen professionals, we zijn rolmodellen. Dus wat wij eigenlijk op ons bord krijgen, zijn kinderen die soms een vader of een moederfiguur missen. Of iemand om mee te praten, of iemand om hen te helpen met schoolwerk, of iemand om mee te voetballen. Dus dat soort Dus zaken, het kan van alles zijn eigenlijk. Ja, absoluut. Oké. Ja. Nou, jullie bestaan al vanaf 2015. Het is ondertussen alweer 7 jaar. How time flies. Maar nu praten we dus over de online ondernemingstraining. Waar komt dat vandaan? Hoe past dat in relatie met Father Mother Figure? Ja. Nou, wat wij dus merkten bij de jeugdigen, is dat ze heel ondernemend waren. En een aantal die bakte koekjes, een aantal die deden aan haren knippen, haren kammen, dat soort dingen. Ze maakten koto's, ze maakten pangies. En we hadden zoiets van, jeetje, we moeten daar wat mee. Deze kinderen die zitten nu nog natuurlijk op school. Maar er zijn ook ondernemers die eigenlijk op hetzelfde punt staan. En Suriname heeft ze nodig. Dus toen zijn wij gaan kijken van, goh, hoe kunnen wij deze mensen tegemoetkomen? En samen met Credits Microfinancieringsbank Nederland hebben wij toen een online ondernemerstraining, zeg maar, opgezet. En die hebben wij in 2019 voor de eerste 20 deelnemers gedraaid. En eigenlijk was men zo enthousiast. En zijn daar zulke goede ondernemers uit voortgekomen. Dat wij inmiddels de 4e editie gaan draaien. En die start op 1 maart. Dus het is eigenlijk een terugkerende training die in jullie aanbiedingenpakket zit. Ja, wij proberen hem 1 à 2 keer per jaar te draaien. Ja. Omdat we zoiets hebben van, we willen wat terugdoen, ook voor de Surinaamse economie. Mm-hmm. En Suriname heeft gewoon goede ondernemers nodig. Die weten wat ze doen en weten wat ze moeten produceren. Ja. Hoe export in elkaar zit. Dus daar proberen wij dan in te komen. Oké, heel mooi, heel mooi. Het mooie natuurlijk daarvan is dat het Surinaamse volk is zo bezig dat ze soms zelf niet eens doorhebben dat ze ondernemers zijn. Hè? Dus daar begint het eigenlijk al, van herkennen hoe je ondernemer bent of wanneer je ondernemer bent en wat het allemaal met zich meebrengt. Want je hebt me heel kort verteld wat de training allemaal inhoudt, dus het is vrij omvangrijk. Misschien kan je daar even op ingaan. Ja, waar wij dus op inzoomen is zeg maar een stukje persoonlijke effectiviteit. Dus een stukje zelfbeeld van hoe kan ik mezelf goed in de markt zetten. Daarnaast geven wij een stukje training in marketing. Hoe kan ik mijn product goed in de markt zetten? Daarnaast leren wij een businessplan en een financieel plan te maken. En wij leren de mensen om te pitchen. Dus hoe kan ik als ondernemer zeg maar mijn product
goed in de markt te zetten, breng ik het beste van mezelf voort en het beste van mijn product. Dus een stevige onderneming bouwen. Ja, oké. Okay. En hoe raken jullie de doelgroep? Want net als ik al zei, soms ben je bezig en je hebt niet eens door dat je ondernemer bent. En dat zijn juist de kleine ondernemers die het het hardst nodig hebben om begeleid te worden. En om een beetje organisatorisch wat langer stil te staan voordat ze inderdaad gewoon alleen maar maken en bakken en koken en doen. En zelf niet in de gaten hebben dat het inderdaad een structuur nodig heeft. Ja, dat zijn juist de mensen die wij dus oproepen. Ja. De kleine ondernemers, die proberen wij dan door te laten groeien naar groot ondernemerschap. En wat het makkelijke is van deze training, het is online. Dus als je in bezit bent van een laptop, een iPad en een internetverbinding, dan kun je volgen. Het betreft een e-learning die je volgt. Dus je krijgt van ons zeg maar een inlog op een e-learning. En daar maak je dan wekelijks maak je daar de opdrachten uit. En tevens hebben we dan één keer per week op de dinsdagmiddag van 2 tot 5 uur, hebben we dan een vragenuurtje en tevens een gastcollege. En dat zijn de grote bedrijven die dat voor ons invullen. Bedrijven zoals Fernandes, Rubisa, Shiseido, die komen dan hun verhaal vertellen. Shiseido is bijvoorbeeld ook een bedrijf, die is vanuit de keuken begonnen en steeds groter geworden. En dat is heel leuk. De mensen zien ook hoe Shiseido is gegroeid, willen dat zelf ook, leren daarvan. En zo brengen wij de ondernemers verder. Ja, ja, op die manier. En hoe lang duurt de training? De training duurt 10 dinsdagen, dus 10 weken. En dan zijn jullie elke dinsdag van 2 tot 5 bezig met de groep. En hoeveel mensen kunnen in 1 training zich inschrijven? Wij hebben plek voor 20 deelnemers. Ja. Op dit moment loopt het al storm, maar we hebben nog enkele plekken beschikbaar. Ja. Dus indien men geïnteresseerd is, meld u gauw aan, dan kunt u deelnemen. Ja. En eigenlijk zijn de enige kwalificaties dat ze dus internet moeten hebben, een device waarop ze dit kunnen volgen. En is het ook al belangrijk dat ze iets al moeten doen, dat ze al bezig moeten zijn? Nee, want we hebben ook mensen gehad die gewoon een idee hadden van, goh, ik wil ooit gaan ondernemen, maar ik weet niet hoe ik het aan moet pakken, zeg maar. Meld je gewoon aan, want al gedurende de training kom je ook op ideeën. Wij kunnen je verder helpen, want het is ook zo dat aan de training verbonden krijg je dus 1 uur business coaching per week. Dus dat is, je wordt gekoppeld aan een coach die je dan, zeg maar, helpt je idee uitwerken. Mm-hmm. Dus ja, win-win situatie. Zeker wel. Dus ze krijgen en het gastcollege, en de coaching, en het vragenuurtje, en ook nog de opdrachten die ze moeten afronden. Ook nog. En ik neem aan dat het coachingstraject gaat over de invulling van de opdrachten die ze hadden moeten maken voor die week. Klopt. Ja, klopt, en de coach die zoomt dus dieper in, zeg maar, op de onderneming zelf. Ja, ja. Dus, want de ondernemer die zit natuurlijk met zijn eigen bedrijf en die heeft daar vragen over en die wil dat, zeg maar, matchen aan de training. En dat, dan komt de coach in. Oké, okay. Jullie zijn heel goed in een volgtraject. Doen jullie dat ook met de ondernemers die klaar zijn met deze training? Ja, dat doen wij ook. Aan het eind van het traject krijgen mensen een certificaat. En daarna hebben wij zeg maar 1 grote deelnemersgroep. Mm-hmm. Inmiddels bestaat die uit, even kijken, we hebben 3 trainingen gehad, dus 60 man. Yeah. En ja, en die deelnemersgroep, wat we zien is dat ze onderling ook goed netwerken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de ene die doet in het maken van mooie, hoe noem je dat, verpakkingsmateriaal. En dat neemt een ander bij hem af. Dus we zien dat daar ook weer business uit voortkomt. Dus dat is heel mooi. Ja, zeker weten, heel mooi. Goed, waar kunnen mensen meer informatie verkrijgen hierover, Mirjam? Of zich aanmelden bij 1 maart, dus hebben we nog wel even een paar dagen de tijd. Ja, de training kost 5000 SED en dat mag in termijnen betaald worden. Aanmelden kan via telefoonnummer 757-3898 of via onze Facebookpage Father Mother Figure, of via onze webpagina fathermotherfigure.nl. Oké, heel erg mooi. Er zijn nog eens nog wat plekken, dus de mensen die dit willen meemaken of willen meebeleven, moeten zich haasten. En anders misschien in de tweede helft van het jaar wel weer de tweede training voor het jaar.
Oké. Absoluut. Mirjam, hartelijk bedankt voor de informatie. Heel erg veel succes. En het is natuurlijk Dank u altijd een wel. lust om met jonge ondernemers te werken, omdat je allerlei mooie Absoluut. ideeën ziet bloeien. En daarmee eigenlijk de economie en het productiepark van Suriname kan uitbreiden. Absoluut. Hartelijk Bedankt voor het bedankt. interview. Is goed. Graag Succes. gedaan. Yes, Oké, okay. bye. Goed. Ja, dank u wel. Dat was het gesprek met Mirjam Marten van de organisatie Father Mother Figure, die nu online ondernemerstrainingen aanbiedt. Er zijn nog enkele plekken voor de vierde editie van deze ronde trainingen, die op 1 maart start. Via social media of via hun webpage zijn ze te bereiken, Father Mother Figure. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.